En goedemorgen. Goedemorgen. Het is kerst. Zij is doodziek. Helemaal top. Ik heb weer verlamde poten. Top. Dus, maar het is kerst. Toch? Ja. Ja, we lachen. We zijn vrij. We blij. Ja. Nee. Ja? Ja. Ik ga ze proberen een bijtje te maken. Zou je me aansteken? Sorry. Wel nog erg. En dan ga je een foto maken voor de kerstboom. En dan... Cadeautje pakken. Cadeautje pakken. En dan chill en zen. Kijk, ben ik kerstman van? Ik zei... Ik zei het toch, laat dit gewoon wat parfum. Lekker? Ga ik lekker ruiken. Maar wat? Zo, we hebben kerstontbijtje gehad. Meiden hebben ook een cadeautje gehad. He, lekker luchtje. Ron is nu even douchen. En ga ik me aankleden. En dan gaan we naar Scheveningen. Maar ik weet niet of ik het gaat redden of de pier loop. Niemand op het moment is gegaan. Sinds jouw vriendin. Kut. Die ligt nog ziek op de bank. Leuk zo'n kerst. Maar ja, het is altijd. Als het vakantie is, dan zijn we ziek hier. Zo. Beetje overbelicht. Dus, ik ga me aankleden als een of andere ijsbeer. Ik heb allemaal trui en een vest aan. En met even een maillot aan. En een spijkerrok misschien. En dan gaan we. En we zitten in de auto op weg naar het strand. Een kiriwikeuze met 11 graden. Gaat hij nog niet aan? Hallo, ik wil daar niet op. Oké, ik wil er niet op. Ziek. Ziet er niet uit. Je zit musical niet te maken. Mensen voor mij even een Merry Christmas en een gelukkig nieuwjaar. Oh, ik moet jullie even namens Nio Merry Christmas en een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik zou het ook zelf zeggen, maar niet bij mijn computer zoals nu. Nee, en vanmorgen zit je wel met je kop op de vlog. Ja, want toen zag ik er tenminste wat leuk uit. Oh, maar nou je haar in de knot en dan zie je er niet leuk uit. Nee, heb ik ook geen make-up op. Oh, en geen make-up? Oh, erg. Oh. Ja, zeker. Oké, we gaan tussen. We zijn op Scheveningen en het is gewoon druk. Druk. Ja. Waarom mag dat wel zo? Maar wie zit er tegenwoordig nog 2 dagen gewoon echt streng binnen met kerst? Niemand toch? En dat het echt gewoon vroeger was gewoon echt alles dicht. Dus had je gewoon echt 2 dagen gewoon op de bankje eigen vol te vreten. En cadeautjes uit te pakken. Maar dat is niet meer zo, joh. Nee. Dus. Je bek is vol, bitch. Oh. Even wat leger dan. Nu paars er maar weg. Daar heb ik er zat van, toch? 28. Ja, mooi. We zitten in de auto, ik heb het gered, maar even... Lekker op die steentjes lopen. Echt zo'n idee van klonk. Dus
We gaan nu lekker naar huis. Vreten. Zo, we zijn weer thuis. Thank God. Het gaat even licht worden. Ik heb stokbroodjes in de oven gedaan. Ik heb het wel gered. Maar ja, zoals je kunt zien, Ron, ik ben echt naartoe moeten slepen gewoon. Even hangen. En mijn benen die gingen lopen zwalken. En dan denk ik, oh, dan ga ik zo. En op de terugweg voelde ik me echt zo wegzakken. Denk ik, oh. Maar goed, ik heb het weer gedaan. En we zijn weer thuis. Dus, we gaan even lekker snacken nou. Stokbroodjes met smeerseltjes. En we gaan alles snijden. En we gaan de tafel bouwen. Hij zat in de keuken voor het vlees. Zij is te chillen. En zij is ziek. En wij gaan beginnen. Hoe doet hij het ook? Dus ik had zo'n kappers opgenomen. Ik ben echt vies. En alles lekker opgeruimd en schoon. Heerlijk. Zo, we gaan hem afsluiten. Het is inmiddels bij 8:30. Alles is schoon, alles is opgeruimd. En ik heb een topdag gehad. Met een lach en een traan. En met een hoop pijn en een paar verlamde poten. Gewoon dat ik me echt, echt naar die pier moeten trekken. En mijn benen zwalkten alle kanten op. En ik, oh, ik ga het zo. Maar ik heb het wel geflikt. Ik heb lekker gegeten. Ik kan geen vreten meer zien, echt niet. Oh, en ik heb nog zoveel over. Dus ik ga morgen maar alles opbakken. Een beetje sla erbij en klaar. Dus ik hoop dat jullie ook een fijne dag hebben gehad. En ja, ik ga het lekker mijn bedje in. Hey, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, duimpje omhoog. Abonneer, even mijn kop klikken. En ik zie jullie volgende week weer. Hey, doei doei.